ben Doreen Sandbergen. Ik ben digitaal antropoloog. Ik ben opgeleid als antropoloog en doe onderzoek naar de politiek van de digitale samenleving eigenlijk. En ik werk op de UvA als onderzoeker, de Universiteit van Amsterdam. En ik ben ook oprichter van Stichting Grip. En dat is een stichting die erop gericht is om meer mensen grip te laten krijgen op de digitale samenleving. We zouden eigenlijk als samenleving een veel betere digitale geletterdheid moeten ontwikkelen. Die ons in staat stelt om te herkennen wat voor culturele waarden we eigenlijk uitdrukken met onze technologische infrastructuren. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat de slimme samenleving waar we nu in zitten, dat die voor een groot deel op dit moment een conservatieve werking heeft. Dus wat ik daarmee bedoel is dat de sociale media die we nu hebben en de tracking en tracing systemen die in onze steden steeds meer zijn ingebed, dat die erop gericht zijn om mensen vast te pinnen op duidelijk herkenbare profielen. Dus om mensen vast te houden op bepaalde consumptiepatronen en om mensen door de stad te laten bewegen op manieren die voorspelbaar en dus ook beheersbaar zijn. Dus om een voorbeeld te noemen, de slimme lantaarns hè, die je in mijn documentaire hebt gezien. Het zou kunnen dat een sensor op een slimme lantaarn registreert dat jij steeds weer op dezelfde plek, op dezelfde tijd terugkeert. En die lantaarn en die sensor die zou ook zomaar in staat kunnen zijn om van jou te weten dat jij op basis van jouw koopgedrag en je zoekgedrag online, dat jij heel erg veel houdt van broodjes kaas. En het zou ook zomaar kunnen dat jij zelf hebt besloten dat jij, dat het maar eens afgelopen moet zijn met die broodjes kaas. Dat je dat wil veranderen, dat je gezonder wil eten misschien. Hoewel een broodje kaas is natuurlijk gezond, maar goed. Dat je een ander eetpatroon wil aanmeten. Maar die slimme lantaarn, die weet dat van jou. En die zou die informatie door kunnen spelen aan een slimme ondernemer. Die ook op die plek is waar jij elke dag komt. En die slimme ondernemer, die weet dat dus van jou. En die denkt, oké, als ik dus vandaag met een aanbieding kom voor broodjes kaas. En ik richt die aanbieding op jou. Ik stuur een pushbericht naar jouw smartphone om jou te laten weten dat ik een broodjes kaas aanbieding heb. Dan is de kans heel groot, op basis van jouw profiel, dat jij dat broodje kaas ook gaat kopen. Dus dan loop je daar en dan zou het zomaar kunnen dat jij op dat moment denkt, oké, vooruit, doe nog één keer een broodje kaas. Het lijkt een heel onschuldig voorbeeld, maar dit soort mechanismen van toegespitste beïnvloeding, dat treffen we continu aan in onze slimme digitale samenleving van nu. Of het nou gaat om het voorspellen en het vastpinnen van mensen op consumptiepatronen. Hè? Deze mensen houden veel van broodjes kaas, dus die krijgen een specifieke broodjes kaas aanbieding. Of het kan gaan over verkiezingsbeïnvloeding, hè, zoals je nu ziet op Facebook. Of het kan gaan over profileringsmechanismen bij de politie. Dat er een onderscheid gemaakt wordt op basis van groepsprofielen tussen groepen die risicovol gedrag vertonen en mensen die minder risico geven voor de veiligheid. Zodat je als politiemacht je meer gaat richten op bepaalde groepen mensen in de samenleving, waardoor dus ook bepaalde groepen vaker gearresteerd worden. En snap je wat ik bedoel? Dan krijg je een soort feedback loop waarbij je bestaand gedrag, bestaande patronen in stand houdt. En het probleem hierbij is dat we ons dus als samenleving blootstellen aan beïnvloedingsmechanismen waarbij belangen een rol spelen die je zelf niet echt onderschrijft of zelf niet echt daarvoor hebt gekozen. Dus dat zijn op dit moment vooral kapitalistische belangen of overheidsbelangen, hè, gericht op het faciliteren van veiligheid en efficiëntie. Dus dat dit
dit lijkt te gaan over privacy, maar het gaat eigenlijk over een veel groter vraagstuk. Het gaat over vrijheid, het gaat over macht. Het gaat over de vraag hoe we de waarden die we hier omarmen, of dat gaat over vrijheid van denken, vrijheid van expressie, vrijheid om daarin te mogen veranderen. Hoe we die terug laten komen, die openheid in de digitale infrastructuren om ons heen.